Don Cornijen, vorige week was je nog niet tevreden over het niveau van je ploeg. Nu nog steeds niet. Nee, ik ben nog niet tevreden over de verdedigende steken die we laten vallen. En dat, dat was vandaag eigenlijk ook de oorzaak waardoor we met het verliezen. Op het moment dat wij op 1-0 achterkomen, en dat is iets van, ik geloof, 7-38e minuut, is er gewoon helemaal nog niks aan de hand tot op dat moment. Dan is het een beetje zoeken, eerste wedstrijd. Hoofdklasse, je ziet dat de spelers niet helemaal op zijn gemak zijn. Ja, oké, dan moet je wachten tot je die schroom weer af kan gooien, maar dat hadden zij ook. Alleen ze speelden wel opportunister en ja, die ballen die erachter vielen of ertussen, ja, die waren te veel voor hun. Die wel, ze werden makkelijk verloren. En ja, op die basis krijg je binnen 5 minuten 3 goals tegen. Ja, dat is het einde wedstrijd. In de tweede helft is het alleen maar de schade beperkt houden. Toch begon je als ploeg zijn best wel goed aan de wedstrijd, want je had 2 goede kansen aan het begin. Ja, 2 bijna goede kansen in die zin dat de eindpaas niet goed genoeg is. Zij waren aansluitend bij de balverlies, heel veel ruimte achter de linie en die steekballen kwamen gewoon net niet aan met de keeper eerder uit de goal kwam. En als je daar zorgvuldiger mee omgaat, ja, dan staan wij voor en dan wil ik nog zien hoe zij ermee omgaan. Ja, nu is het heel erg geflatteerd 4-0 geworden, maar... Wel terecht dat ze gewonnen hebben, want we hebben aanvallend veel te weinig gebracht. Uiteindelijk nog 1 kans van Shinji in de tweede helft, die gaat voorlangs, maar ja, dat is het kwaad al geschied. Ja, als jullie inderdaad in ieder geval 1 doelpunt, misschien zelfs 2 doelpunten hadden gemaakt aan het begin, was het een totaal andere wedstrijd geworden. Het had ook nog een andere wedstrijd kunnen zijn als de keeper een rode kaart kreeg. Die maakte hands buiten zijn strafgebied, was het ook nog iets totaal anders geworden. Nee, duidelijk verhaal. Ik had het gevoel dat de scheidsrechter ons heel erg zocht. Direct geel trekken en zelfs 2 keer rood. Waarvan ik denk van nou, ja, dat is wel heel erg overdreven. Daar waar zij gespaard worden op dat moment. Plus die 1-0 is een overtreding op Samet. En hij laat doorspelen en daaruit wordt gescoord terwijl Samet nog op de grond ligt. Ja, dat is zuur. Daar heb je geen invloed op. Maar het speelt wel mee en... Ja, dan wordt het een optelsom en alles bij elkaar kunnen wij dat nog niet opvangen. Daar zijn we nog niet ervaren genoeg voor en dat zie je vandaag. En wanneer is die ervaring wel, denk je, of hoop je? Ja, dat zal moeten groeien. Je moet een beetje het geluk mee hebben. Hè? Want wat ik al zeg, als het net even anders loopt, maar wij komen voor. Ja, dan gaan er spelers schroom van zich afgooien en dan krijg je vleugels. En dan, ja, dan zie je dat er veel meer van terecht komt dan nu. En nu, we hebben als Alphense Boys zijn er best wel last met tegenslagen. Hoe gaan we daarmee om? Nou, dat is de grootste les die we hopelijk gaan leren. En dat heeft tijd nodig. Dus wij zullen altijd, of liever gezegd, heel vaak voor moeten komen. Dan is de situatie altijd anders. Maar daar heb je in principe wel de aanvallende mannen voor. Want met Leons, Hoe en Nouwens in de voorbereiding heb je veel doelpunten gemaakt. Ja, en Jagoeren niet vergeten, die schoot er ook een x-aantal binnen. Ja, en we moeten ook constateren dat we voorin aanvallend geen vuist hebben kunnen maken vandaag. Maar ja, dan hoef je nog niet met 4-0 te verliezen natuurlijk. Dus het is een collectief falen, zo noem ik dat wel. Maar oké, laten wij hier onze lering uit trekken. Wat was het positieve van vanmiddag? Oeh, dat is een lastige vraag. Ja... Tim de Rijk, Reo Wanels, jonge spelers die niet echt onderdelen van andere ploeggenoten. Dat is voorzichtig gezegd, want eerlijk gezegd is de enige voldoende die vandaag gescoord werd door Samet. En ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Op die basis kan je nooit een wedstrijd winnen, onmogelijk. Dus ja, lastig. Ik probeer ook altijd graag positief afsluiten, maar nu vind ik het moeilijk. Het is zuur. Een positief dingetje dan nog, de laatste 2 seizoenen is Alphense Boys gepromoveerd, maar de eerste wedstrijd, dat is nooit de sterkste kant van Alphense Boys. Dat vind ik een hele goede, laten we daarmee afsluiten. Mohamed Souzou, jullie verliezen met 4-0 van Shabab. Ik vind het onnodig, wat vind jij? Ja, ik ook. We begonnen sterk. Dan na 35 minuten krijg je een tegengoal. Ik denk waardoor een scheidsrechter gewoon kan fluiten, overtreding. Die geeft hij niet en dan kom je 1-0 achter. Na 2 minuten krijg je 2 tegengoals en dan is het gebeurd. We geloven er wel in, maar ja, het is moeilijk. Het was moeilijk. Zonder dat er 3 verdedigingsfouten waren? Ja, het stond even niet goed. Voorbereiding was beter en nu gaat het ergens om. En dan staat het er niet, ja. Jammer. En dat terwijl jullie ook eigenlijk met gemak met 1 of 2 ervoor hadden kunnen komen? Ja, klopt. We waren niet scherp voorin en de eindpas was ook niet goed. Dus, maar ja, de kopjes moeten weer omhoog en toe werken naar zondag toe. Want het Alphense Boys dat we vandaag gezien hebben, dat is bij lange na niet het Alphense Boys dat we later dit seizoen hopen te gaan zien. Nee, dat is ver ons niveau. En
Nee, tuurlijk. Wat ik al zei, de kopjes moeten omhoog en toewerken naar zondag toe. En wat moet er dan anders zondag? Veel scherper. Heel veel scherper. Als een team werken. En ik denk dat we dat gemist hebben dit vandaag. Het is al een tijdje duidelijk dat de verdediging van Alves Boys die liet een aantal steken vallen. Ook in de voorbereiding. Was vandaag ook weer. Maar juist de kracht van Alves Boys was toch ook de aanval. Er werden veel doelpunten gemaakt. Maar voorin hebben jullie eigenlijk ook niet echt de vuist kunnen maken. Nee, dat bedoel ik. En ik denk ja, dat zeg je heel goed. Voorin waren we niet scherp. Maar ik denk als team waren dat we niet scherp waren. Als keeper tot de voorhoede, dat was niet scherp. Dus dan verliezen we met z'n allen inderdaad. Maar ik heb nog goede hoop, dus zondag moeten we er staan inderdaad. Zondag spelen ze waarschijnlijk zonder jou, want jij hebt twee keer geel gekregen. Wat waren het voor kaarten? Ik denk de eerste was praten, niet mee met de scheidsrechter eens. En ik denk dat, als ik eerlijk moet zeggen, de eerste gele kaart zeg ik niks verkeerd. Dus ik weet niet waarom die hem geeft. Tweede, ja. Zo'n optelsom, ik bleef me praten en ik sprong in de lucht en hij trekte de tweede gele kaart. Zijn keuze, maar ik vond hem te hard gegeven. Volgende week gaat Alles Worst gaan revanche nemen. Ik heb er een goed gevoel over. Marlon Kruijs, toen je vanochtend wakker werd, dacht je waarschijnlijk niet bij jezelf van we gaan vandaag met 4-0 verliezen. Nee, dat is een redelijke deceptie. Dat had ik niet verwacht. Maar goed, het kan ook gebeuren. Het is voetbal en het gaat niet altijd zoals je het verwacht dat het gaat. Nou, dat bleek vandaag. Wat waren de verwachtingen van tevoren? Nou, we hadden gewoon goede hoop. Ik denk dat we een redelijk goede voorbereiding hebben gedraaid. Tegen goede ploegen en ter leden. Gewoon een heel goed resultaat. Je verliest wel, maar je doet wel heel goed mee. En nou, dat had wel hoop voor vandaag voor een betere uitslag dan dit. Dit was niet eigenlijk de graadmeter die ik heb gezien, de voorbereiding. En dat is jammer. Hoe kan het dat het vandaag gewoon niet lukt? Nou goed, het is een cliché, maar ik denk wel echt een off day van heel veel jongens. Je komt aan, de ambiance is toch anders. Ik bedoel, je verwacht in de hoofdklasse zondag misschien wat anders. En dat zag je toch wel aan de gezichten. En, mag eigenlijk niet, maar goed, het is een jonge ploeg, misschien heeft het dan toch effect. Maar de eerste half uur was er eigenlijk weinig aan de hand. En hadden wij de beste kansen, en moet je eigenlijk gewoon op 1 of 2-0 komen, dat is er niks aan de hand. Maar je komt ongelukkig achter, denk ik, na toch een overtreding aan hun kant, waar de scheidsrechter laat doorgaan. En wat er daarna gebeurt, dat is onervarenheid, denk ik. En als ploeg niet sterk genoeg. Is het nou extra jammer dat eigenlijk die eerste drie doelpunten komen door verdedigingsfouten? Natuurlijk is dat jammer. Daar moeten we zeker met z'n allen naar kijken hoe we dat doen. Maar dat doe je als ploeg. Ik denk, je wint en je verliest als ploeg. En, dat moet je niet naar personen wijzen. Maar ik denk dat je als team moet kijken wat is de beste oplossing, hoe we nu verder moeten. Want in de defensie van Alvesborg valt misschien nog wat meeste te halen op dit moment. Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat we defensief alleen een probleem hebben. Helemaal niet, denk ik zelfs. Ik denk dat we slag zelfs op middenveld verloren. Daar veel tweede ballen verloren we. En dat had denk ik toch te maken met een beetje scherpte. Toch, hun waren eigenlijk telkens scherper dan ons. Altijd net een stap eerder. Ook voorin. Want verdedigen begint natuurlijk wel vooruit. Dus als ploeg moeten we hier naar kijken. Niet als aan een bepaalde linie, maar als ploeg moeten we denk ik gewoon nog groeien. Maar daar hebben we nog wedstrijden tijd zat voor. Dus maak ik me niet zo druk om. Volgende week ontvangen jullie ADO20 uit Heemskerk. Dan zou je denken, nou ADO20, die jongens zijn sterker dan Shabab. Ja, maar ik denk dat we vandaag niet verloren hebben van Shabab. Credits aan hun dat ze hier bij ons met 4-0 naar huis sturen. Maar ik denk dat wij beter kunnen dan wat nu en ook tegen ADO20 hoor. Dit gaat geen tweede keer gebeuren? Nee, als ik de voorbereiding heb gezien tegen ploegen die ook van het niveau zijn en Quick Boys en Terlede. Maak ik me daar echt niet zo druk om. Moeten we gewoon de schouders eronder zetten, een week hard werken, koppen weer fris maken en dan met z'n allen gewoon staan. Ik vind het, het is de eerste wedstrijd, het is leuk als een wint, maar als je verliest is het ook nog niet een ramp. Nog even naar jou zelf kijken, je bent nieuw bij Alves Boys, hoe bevalt het? Nou, hartstikke goed, een hele jonge, gretige groep. We proberen aanvallend leuk voetbal te spelen. Dus nee, bevalt me echt heel goed. Het is goed te combineren met mijn werk, dus is nu helemaal goed. Want ze hebben je echt gericht gehaald, hè? Ze zochten nog een ervaren iemand achterin. Ja dus dat moet ik gaan oplossen. Dus met mijn linie ga ik zeker hard aan de slag om het nog beter te doen dan dat het vandaag gebleken is. Want voor de mensen die jou nog niet kennen totdat een paar maanden geleden bekend werd dat jij naar Alves Boys komt, waarom ben jij zo ervaren? Nou goed, ik word bijna 30. Heb 10 jaar lang bij ADO Den Haag gespeeld. Daarna bij Voorschoten altijd eerst in de hoofdklasse gespeeld. Dus redelijk wat ervaring opgedaan in de voetballerij.
Dus, en ook op de positie waar ik speel en ik het principe wat Alphens Boys graag speelt, aanvallend, voetbal ver vooruit. Dat is allemaal wel mijn straatje, dus dat past heel goed bij me en dat bevalt me eigenlijk heel goed. Volgende week tegen ADO20, wat gaat er dan anders? In ieder geval meer karakter. We zullen echt veel meer de trots van Alphen moeten zijn en dat heb ik vandaag gemist.